Ik ben Bart van der Stegen, ik ben 28 jaar jong. Ik woon in IJsselmuiden. Ik ben getrouwd met Albertine en ik heb een zoon van bijna 2, Boas. In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen GNO Recruitment. Samen met mijn compagnon ben ik verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen binnen GNO Recruitment. Ik zet me in voor Dorcas omdat ik het wat zij doen ik heel belangrijk vind. Er zijn nog steeds heel veel mensen die voedseltekort hebben, die hulp nodig hebben en Dorcas zet zich daarvoor in. Zeker ook dat Dorcas zich echt richt op het duurzaam inzetten van verbeteringen in landen door middel van begeleiding, scholing, ontwikkeling. Dat ze echt leren hoe ze ook voor zichzelf kunnen zorgen, dat vind ik heel waardevol. En ik denk dat het echt heel noodzakelijk is dat we niet alleen kijken om ons heen, hier in Nederland, voor wie we kunnen zorgen. Maar dat we ook kijken wie onze naaste is in het buitenland en dat we daar ook een verantwoordelijkheid voor hebben, ook als ondernemer. Ik ben 5 jaar geleden betrokken geraakt bij de Dorcas voedselactie toen ik gevraagd werd om te helpen in de supermarkten. Om daar pakketten in te nemen en de mensen aan te spreken om ze te enthousiasmeren om wat te geven voor de mensen in nood. In 2020 is dat eigenlijk helemaal veranderd toen corona kwam. Toen gingen we op een hele andere manier eigenlijk actie voeren. En toen heeft eigenlijk Dorcas aangegeven, wij gaan niet meer echt voedsel inzamelen. Maar we willen juist lokaal voedsel kopen om daar lokaal de economie te steunen. Om minder transportkosten te hebben. En toen hebben we eigenlijk in IJsselmuiden en Kampen een nieuwe werkgroep opgericht. Waarbij wij met een vaste werkgroep en een aantal vrijwilligers nieuwe acties op touw zetten. Zo hebben wij vorig jaar acties gedaan in winkels. We hebben een kinderloop gehouden. We hebben online met de collectebus hebben we veel gedaan. We hebben andere acties gedaan in de lokale kranten met flyers. Waarbij we best wel een heel mooi bedrag hebben opgehaald. En we willen dat dit jaar verder uitbreiden. Er is in de wereld eigenlijk voedsel voor iedereen. En toch heeft niet iedereen voldoende voedsel. En we willen eigenlijk vanaf dit jaar kijken of we toch weer supermarkten erbij kunnen betrekken. Om mensen in de winkel kennis te laten maken met de actie. Dus het nieuwe idee van Dorcas om met dozen aan de slag te gaan, om mensen de QR-code te laten scannen, om eigenlijk nu ook de keuze te hebben tussen of voedsel geven of mensen te helpen met een opleiding, zodat ze eigenlijk ook zelf duurzaam voor zichzelf kunnen zorgen en voor hun familie. En laten we er samen voor zorgen dat minder mensen honger hebben.